Dit is Danny. Hij is 14 jaar en heeft autisme, de stoornis van Asperger. Danny heeft vaak ruzie met zijn ouders en jongere broertje. Hij kan dan behoorlijk tekeer gaan. Maakt ook dingen kapot. Daarna kan hij erg verdrietig zijn. Hij zondert zich dan af en gaat gamen. Danny gaat niet graag naar school. Reizen met openbaar vervoer durft hij niet. Via een GGZ-instelling wordt behandeling ingezet. Na een paar gesprekken komt Danny niet meer. Op mails reageert hij nauwelijks. Ook de ouders zitten met hun handen in het haar, want adviezen werken niet thuis. Hoe moet het nu verder met Danny?